Ondanks het grijze, grauwe, waterkoude weer wordt er op het bouwterrein achter de oostwand van de Grote Markt flink doorgewerkt aan het Groningen Forum. De vier wapperende BAM-vlaggen op beide betonkernen geven aan dat deze bouwsels inmiddels op hoogte zijn. Een verdieping daaronder is men bezig met de stalen constructie die een brug tussen de beide kernen gaat vormen. Deze week zal de verbinding tussen beide zijden worden gemaakt. Aan de zuidkant wordt vanaf immense hoogwerkers de wand van het forum dichtgemaakt met platen. De hangstijgers zijn inmiddels van de betonkernen verwijderd en vanaf de grond wordt nu een andere stijger gebouwd. Aan de zuidkant is men daar net mee bezig, maar aan de schoolstraatkant is men al een stuk verder. Onder de stijger zijn vaklieden uit Portugal bezig steenplaten aan de gevel te bevestigen. Zij zijn speciaal ingehuurd omdat ze experts zijn in het werken met natuursteen. Eerst monteren ze aluminium rails aan het raamwerk dat al aan de gevel zit. Daarna bevestigen ze de steenplaten aan de aluminium rails. En zo komt het er dan uit te zien. Op het bouwterrein op de hoek van de Grote Markt waar Mert komt te staan, is de bouwer bezig gaten in de grond te boren. Een boormachine met drie boren, zogenoemde avagaren, graaft gaten van 15 meter diep. Precies rondom de plek waar straks de kelder van Mert zal komen. Tijdens het boren spuit men cement in het gat. Dat mengt zich met zand en vormt zo samen een betonwand. We maken een kelder van 10 meter diep. Als je een normale gat graaft van een meter, dan moet je normaal al een half meter naar buiten toe. Wil je een beetje normaal de grond in bedwang houden. Nu ga je van 10 meter maken. Dus dan kan je nagaan hoe groot er rondomheen je moet graven. Dus met deze tijdelijke grondkering kunnen we gewoon een rechte voorziening hebben. Waar we gewoon bij langs kunnen graven, 10 meter naar beneden toe. En dan hou je grondbalans rondom het bouwwerk in goede banen. Dus het is ook een tijdelijke wand, maar hij blijft zitten. En wij storten straks, wij maken ook gebruik van die wand. Want we gaan er als het ware beton tegenaan storten. Dus het is onze buitenkist van de kelder, zo moet je zien. De boormachine heeft men hiervoor speciaal uit Zuid-Duitsland gehaald. En wordt hier bediend door een Duitse ploeg. In Nederland heeft niemand zo'n ding, want deze manier om een betonwand te maken is hier niet zo gangbaar. Ja, we hebben wel het systeem van normaal als je één boorpaal maakt in de fundering. Dat systeem hebben ze wel. Dat zijn gewoon de Nederlandse bedrijven. Maar de machine zoals hier staat met drie afgaren op één machine, die is deze. We zitten hier aan het einde van de hondsrug, de uitlopende van. Er zit uiteraard waarschijnlijk iets van een grindlaag of wat losse stenen. En door middel van dit boorsysteem kunnen we er toch doorheen. Als we een keitje komen van een halve meter, dan moeten we eromheen. Daar kunnen we niet doorheen. Kijk, klinkers van keitjes van 20 centimeter, die kan de boor verwerken. Maar als ze echt een halve meter of een meter, dan moeten we er echt omheen. En dan wordt het model van de kelder een beetje anders. Naast cement gebruikt de bouwer ook immense stalen H-balken ter versteviging van de wand. Ze boren dus met drie boren tegelijk.
En in het middelste boor, als de machine weg is, dan drukken ze in het middelste gat een stalen profiel. Dat is als het ware de wapening van de wand. En die wordt daar verbonden door middel van een godding rondom. Dan heb je dus een massief geheel. Het inboren van de wanden zal nog zo'n 2 weken duren. Daarna begint men te graven. Veertien spoorbanen, 130 transformatoren, 360 gebouwen en huisjes en 10.000 ledlampjes. Dit is de wereld van de heer Dijkstra, modelbouwer. Al 80 jaar bouwt Dijkstra aan zijn universum op zijn zolder in Selwerd. Deels ontsproten aan zijn fantasie en deels de verbeelding van de werkelijke wereld. Zoals bijvoorbeeld zijn modellen van de Kemkesberg en het Gasuniegebouw. Dijkstra is 87 jaar en zit vrijwel elke dag op zijn zolder. Hij is begonnen met modelbouwen toen hij 1 jaar of 5 was. We woonden toen in de Kruidenweg. Mijn vader had daar een restaurant. En er was ook een hele grote zolder bij. Ja. Nou, dat was een ideale plaats om te beginnen met trainen. Hè? Ja, er waren nog geen treinen te kopen. Toen ben ik ze zelf maar gaan bouwen. En wat is uw eerste bouwwerk? Nou, het lijkt nergens op. Ik zal u een modelletje laten zien. Dit is... dit was mijn eerste treinwerk die ik gebouwd heb. Ja, ik kan zien dat... heel grof, hè? Niet mooi? Nou, voor mijn gevoel niet, nee. Dus dat ben ik allemaal gaan verbeteren, dus. We zijn zonder chauffeur. Zijn nieuwste project is een model van het Groningen Forum. Ik vond het een speciaal gebouw. Een gebouw waar eigenlijk nergens op lijkt. Hè? Het is scheve wanden allemaal. De ene wand loopt zo, de andere loopt zo. Maar wel moeilijk hoor. Ja? Ja, je moest het allemaal uittekenen. Hè? En uitbouwen dus, hè. Kijk, die tekening die krijg ik van de gemeente dus. Het voordeel van die tekening is dat allemaal 1 op 100 is. Kijk, die maten was 1 op 100 en het gebouw was 85 meter. Dus dan krijg je een gebouw van 85 centimeter. Gaat u wel eens heen om te kijken? Ja, praktisch elke dag. Oh ja? Ja, dus... Ik hou me wel op de hoogte. Ik heb ook wel goede medewerking van de gemeente Groningen. En die komen hier ook wel veel dus kijken, die architecten dus. Even kijken hoe het gaat dus. Oh ja? Ja, dat is wel leuk hoor. Niet te ver van. Hier wordt het van gemaakt, dus een plastic plaat dus. Oké. Okay. Ja, dat wordt dan heb ik tekening van de gemeente bij, dan wordt het dan uitgetrekt dus. Grof hoor. En hier komen allemaal ramen mee. En die ramen die worden uitgeboord, de plastic plaat. Geboord. Het wordt eerst uitgetekend, hè, die lijnen. Ja. Tot aan die lijnen wordt het uitgeboord. Dus, hè. En dan later wordt het geperfectioneerd. En dan wordt het uitgeveild. Dus. Kijk, en die profielen. Dat zag je ook in laten zien. Dat is wel leuk. Ja, die profielen die komen klaar. Dus.
Dus, en de hele wand is van glas, moet je je voorstellen dus. En dan worden die profielen, die worden het ding aangedrukt dus. Zie je wel? Die komen zo eerst. En dan komen ze zo. En die worden er allemaal ingeluid. Ja. Eén voor één. Dat lijkt er net of het ramen zijn dus. Dat gaat makkelijker dan in het echt. Ja, dat is... En dat is ook allemaal handwerk, hè. Dus, die stoeltjes ook, die zijn het allemaal met de hand gemaakt, hè. Ik heb hier een computer staan. Het is verlicht ook, hè. Maar ja, zoals die boekenkast, die heb ik allemaal één voor één moeten maken, dus. En er zitten 2000 boeken in. Die heb ik allemaal met de hand moeten uitsnijden, dus. Ik heb alleen een beetje pech. Ik heb sluiting gehad dus. Kortsluiting. Kortsluiting. Ja, dit is de bedrading die erin zit, maar dat zie je niet, hè. Dat is niet opvallend dus. Je hoeft maar even kortsluiting te krijgen, dan is dat... dan heb je een probleem, hè. Dit zijn die ledlampjes die erin komen. Nou, dat is echt pielwerk, hoor. Dus, kijk, dit zijn al die dingetjes die ik maak dus. Ja, die poppetjes die koop ik, die zijn roze. En dan moet je ze allemaal nog verven. Och. Broekje, dasje, truitje. Een priegelwerk, man. Ja, dat is echt... Maar ik heb veel geduld, jongen. Dat moet ook wel. Kijk, die stoeltjes op die erachter. Ja, dat is echt vreselijk veel werk, hoor. Dijkstra is inmiddels 3 jaar bezig met het Groninger Forum. Vindt u het een mooi gebouw? Nee, afschuwelijk lelijk. Nou, je moet dit klaar zien, hè? Je moet het in de ruimte zien. Dat is net als het museum in Groningen. Dat vind ik ook niet zo mooi. Maar toch wel apart. Ja, maar als ik kijk naar de andere gebouwen die u gebouwd heeft, die zijn veel gedetailleerder. Nou, kijk, als je dit ziet, hè? Dit is, ik vind dit veel mooier, hoor. Ja, dit is echt kunstig. 300 jaar geleden al zoiets kon bouwen, hè. Fantastisch, hoor. Misschien dat we dit over 300 jaar ook over het Forum zullen zeggen. In ieder geval is het model binnenkort klaar. Het komt dan tot de opening van het echte Forum in het informatiecentrum op de Grote Markt te staan. Uiteindelijk krijgt het een plekje in Dijkstra's modelwereld.